Ik denk dat ik niet kan praten, ik ben cameraman. Ik had jouw taxi meegenomen. Nee, maar dat heb ik, want ik aan het zoeken. Oh, mijn bos is er. Ik was heel bang dat ik verloren was. Dus ik had verkeerd. Een hartas, dat ja, radio. Ik moet even naar binnen, ik moet even een bodywarmer aan doen. Alle informatie over jullie uitzenden. Ik dacht dat ik zeg shit, zeg maar een raakwaard. Ja, dat is het. Maak je wel eerst even testopnames. Goedemorgen, het is nu 5:12, we staan hier voor de oude protestantse kerk. U ziet hoe vol de hekken staan. Ik zal eens even gaan vragen, momentje. Hoe lang staat u hier al? Drie kwartier ongeveer. Drie kwartier. En wat brengt u hier naartoe om hier zo lang te gaan staan wachten? Een beetje snuffelen, hè? Een beetje snuffelen. En wat denkt u hier al te kunnen gaan kopen? Weet ik niet, dat zou ik wel zien dadelijk, hè? Ja. U komt niet voor iets speciaals? Kijk van alles. Overal naar alles. Prima. En u, meneer, in de zwarte blouse. U hebt geen commentaar. Prima, dan gaan we naar de volgende. Goedemorgen. En hoe lang staat u hier al te wachten? Nou, vanaf vanmorgen 9:00. Vanochtend 9:00, ja. Dat meent u niet. Hebt u de slaapzak meegebracht? Nee, maar ik was ergens anders vandaan gekomen en dat was ik laat. Ja, mag ik vragen waar u vandaan komt? Want het is geen Brabants accent. Nee. Nou, nog niet. Ik woon hier al 25 jaar. Dat meent u niet. Nou. Ik kom uit Den Haag vandaan, het westen. Uit Den Haag. En wat brengt u hier naartoe? De rotzooi. De rotzooi nog wel. En wat denkt u tussen die rotzooi te kunnen gaan vinden? Nou, een paar leuke dingen. Een paar gouden tientjes of een paar Rembrandtjes of zo, weet je wel. Ah, die heb ik zelf net al in mijn broekzak gestoken. Die zijn helaas weg. Oh, die zijn toch wel weg, die dingen. Oké, dank u wel. Ja, jongens, succes. Ja, ik zal niet te lachen. Wat een mama. En wat verwachten jullie hier vanochtend al te ontvangen, het aantal mensen? Nou, hier ongeveer 250. 250, dat is één ingang? Dat is één ingang, ja, die om 12 uur staan te wachten. Tot 12 uur staan te wachten. Maar is het werk? Want we hoorden net dat er iemand dus hier om 9 uur vanochtend was. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Die stond op 9 uur al voor de hekken. Die is al een keer over het terrein heen geweest. Om 10 uur heeft hij het verlaten. En tot die tijd heeft hij moeten wachten tot hier voor het hek. Ja, ja. Mensen waren toen al aan het opbouwen. Dus jullie laten tot een uur of 10 dus mensen wel over het terrein wandelen om te kijken wat er zo wel is. We hebben een afspraak dat we vanaf 10 uur de mensen niet meer binnenlaten. En alleen de buurtbewoners mogen met speciale badges op rotlopen. Ja, ja, prima organisatie dus. Werk je al lang mee met Helvets Weekend? Tweede jaar. Tweede jaar, en hoe bevalt het? Uitstekend. Perfect, mooi zo, dankjewel. Oh, frek, ja. Helvets Weekend, nu openen, de kassen te lopen. Welkom op het Helvets Weekend. Werkt hij?
U ziet de hekken gaan open. Mensen beginnen te hollen om als eerste bij de kramen te kunnen zijn. Om de mooiste spulletjes er vandaan te kunnen halen voor de laagste bedragen. En dan is dit nog maar één ingang. Goedemorgen, meneer Muis. Mogen we u wat vragen stellen? Ja. Wat is uw taak op dit moment hier aan de ingang van het Helvets Weekend? Hier heb ik op dit moment geen taak. Geen taak? U staat gewoon te genieten van de zon en de vele mensen die binnenstromen? Nee, maar ik wil naar huis. Ik heb vanmorgen de zaak bekeken op veiligheid, of dat iedereen erbij kan. Zeker als we met de brandweer moeten komen. En het ziet er allemaal prima uit. En nu ga ik even naar huis. Prima, dus het ziet er allemaal keurig uit. De mensen van Helvets Weekend hebben hun werk perfect gedaan, zeg maar. Ja. Dat is in overleg met jullie gegaan? In overleg met ons en met de gemeente uiteraard zijn een aantal voorschriften opgesteld. Er zijn een aantal afspraken gemaakt over bereikbaarheid, brandkranen, doorgangen, noem maar op. En in samenwerking met Helvets Weekend, met die organisatie, is het gewoon buitengewoon goed geregeld. Dus u kunt tevreden zijn wat dit betreft? Want het is uw eerste jaar als brandweercommandant in Helvoort, Helvets Weekend, noem alles maar op. Ja, ja, inderdaad, het eerste jaar. Het is voor mij compleet nieuw. Ik was er ook nooit als, zeg maar als particulier geweest. Dus vandaar dat ik hier verschillende dagen toch wel zal zijn. Ja, ja, dus nou, dan kan ik u alvast zeggen dat u versteld zult staan van de perfecte organisatie, denk ik. Tot op heden in ieder geval klopt het allemaal prima en heeft de organisatie het uitstekend voor elkaar. Dank u wel. Goed zo, nou we zullen ze zeker doorgeven en we zullen u hier de komende dagen nog wel vaker zien, denk ik. Denk het wel, prima. Tot ziens. We zijn binnen. Tot de stop. Heb je brouwertrooster staan? Dat klopt, ja. Ja. Ook al op tv. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. U ziet het, de meest uiteenlopende artikelen worden hier verkocht. Van schrijfmachines tot droogkappen. En dat allemaal voor 1 gulden intree. Goedemiddag. I want to break free. I want to break free. Zelfs stofzuigers. En het was geloof ik 2,50 intree, hè jongens? Had u niet verwacht, hè? Hier vanuit de tent op de torenakker, tussen de rotzooi en de rommel, een heerlijke trampoline. Volop drukte hier in de tent, er wordt volop gekocht. U ziet mensen sjouwen met oude kastjes, tafels, bedden, noem het maar op. En dat allemaal met zo'n prachtig mooi weer hier in Helvoort. Goedemorgen, mag ik, of middag is het intussen al, mag ik u even wat vragen?
Wat brengt u hier op deze rommelmarkt? Zij wil graag meubels hebben. Ja, ja. Is het niet zo dat u trouwplannen heeft of zo? Dat u zegt van nou, ik ga hier eens even een mooie uitzet bij elkaar zoeken of zo? Nee, heb ik niet. Geen trouwplannen? Nee, geen trouwplannen. Ik helemaal niet. Helemaal niet. Maar wat brengt u dan hier op deze rommelmarkt? Ja, wat brengt ons op de rommelmarkt? Frans, wat brengt ons op de rommelmarkt? Ja, het is goedkoop, hè? Het is goedkoop. Ja, wat vindt u goedkoop? Nou, een knaak. Een knaak voor wat? De intree bedoelt u is goedkoop? Nee, dat is veel te duur. Dat is veel te duur? Het bier is te duur. Wat zegt u? Het bier is te duur. Het bier is te duur. Hoe bedoelt u dat? Wat kost de consumptie hier dan? Dat weet ik nog niet. Het is dus altijd te duur, zeg maar. Zeg maar wel, ja. Ja. Ja, oké, okay, dankjewel. En waarom moet dat nou zien in? Ik vind dat niet leuk. Kan ze zingen? Kan ze zingen of niet? Zingen? Ja, nou, dan is het bolletje meebrengen, hè? Dan plakken we dat bolletje daarop. Want anders komen daar ook anderen en dan zeggen ze van, heb ik gekocht. Oh, is er zo vroeg hier, jooien in de ochtend. Oh. Wat doen al die mensen hier in mijn huis? Hallo? Wat is het hier druk? Wat doen jullie hier? Godverdomme, ik kan niet eens rustig je tentje hier opzetten om te slapen. Zo. Die bewaking zit erop. 90 en dat zal het laatste jaar het zelfstandige Helvoort betekenen. Dus het is een horloge wat de hele periode van een zelfstandig Helvoort overziet. Deze horloges die zijn voorlopig nog niet te koop. Ik geloof toch wel dat ze te koop komen. Nu gaan we er 5 verloten. Daar zijn lotjes voor verkocht. En die lotjes, waar zijn die? Want Henk Schoenmaker, onze eigen politie. Hallo. Ja? Henk, ja, hier is hij. Kom even, Henk. Dat is onze eigen politie. Die trekt nou een kleur. Er zitten 5 kleuren in. En ik zal het een beetje schudden. Er zitten 5 kleuren in. En Henk, pak er 1 kleur uit. Hij kijkt naar die kant. Oh, Toon. Toon Gerritsen, de ontwerper. Ja, de ontwerper van het prachtige logo. Ja, hij vreselijk geschud. Ja. Toon en de politie en Toon. Ja. En dan gaan we kijken. Deze kleur is, het gaat alleen om de kleur, niet het nummer. Welke kleur is dit? Beige. Ja. Deze kleur, die kan alleen vandaag, nu, een horloge winnen. Ja, 5 horloges zelfs. Want nou doen we deze kleur doen we weer terug in de pot. Daar zitten 15 nummertjes van in, 1 tot 15. En van alleen van deze kleur. Dus degene die een ander nummer 1 tot 15 hebben van een andere kleur dan dit, die komen wel in de tweede ronde mee, ja? Ja, maar dan doen we 16 tot en met 30. Oh. Ah, goed. Deze kleur is alleen voor het unieke eerste horloge. Ah, goed. Deze gaat terug naar de politie. Dan krijgen we nu de 15 nummers. En dan gaan we uittrekken. En dit is het horloge 030, want ze zijn allemaal, die horloges, die zijn genummerd. Elk horloge is dus uniek. De orgel, ja, daar wordt het orgel voor opgeknapt. En de kiosk, die moet er dit jaar komen. In 1995. Deze horloges, er gaan er dus 15 uit. 15 vanmiddag.
Die kunt u hier binnen voor een tientje. En dan komt hij aan. We zullen kijken. Het eerste 001 horloge. Het eerste horloge 001. Jean, heb jij dat daar? Ja? Mag ik dat hier aan Toon geven? Want Toon heeft het ontworpen. En Toon gaat het ook overhandigen. En de burgemeester die komt het nummer horen. En het is geworden nummer 7. Nummer 7. Nummer 7 van die kleur, die heeft hier het eerste, het horloge 001 van het moment voor een monument. Nee, met die kleur kunnen we niet leven. Ja? Dit horloge nummer 1, of dat is gevallen op nummer 7. En dat is geworden, we weten het hier, onze politieke commentator hier altijd, Frans van Malden, valt in goede handen. Die jongen schrijft elke maand over Helvoort, neemt hier dat eerste horloge mee. Frans van Malden. Oké, de groene, opgelet. De groene van nummer 1 tot 15 en dat wordt voor horloge nummer 002, dat wordt nummer 8, de vulling. Een waterbakje, voer, de cavia, de kooi, alles hiervoor, deze cavia kooi met cavia. Wie biedt er 1 gulden? 1 gulden, 5 gulden, 1 gulden, 1 gulden, 1 gulden. Wie mag? Kom jongens, 1 gulden voor de cavia met kooi met van alles. 1 gulden, niemand meer dan 1 gulden. 1 gulden voor de cavia met kooi, 2 gulden. 2 gulden, 3 gulden, 3 gulden, 3 gulden, 4 gulden, 5 gulden, wie meer dan 5 gulden, 6 gulden, 6 gulden bij mevrouw Vrij. 7 gulden, 7, 8 gulden, 8, 1 maal 8, allemaal nog meer 8 gulden, we komen 8 gulden. Hier, kom met me halen, de cavia kooi met alles erop en eraan, alles erop en eraan. Wat hebben we hier? Of moet het toch weer, daar hebben we er weer een. Hebben we er weer een. Ja, een 620 Brownie D made by Kodak. Een black box is dat eigenlijk, denk ik, hè? Moet het toch eens kijken. Zo'n oude fototoestel, daar hebben we nog. Ja, die ziet er alleen nog op foto's, bijna. Zo'n fototoestel. 7 gulden, 8 gulden, 8 gulden, 9 gulden. En als we bij een tientje zijn, dan gaan we met de knaak omhoog, want dat zijn onze huisregels. 12,5, 15, 15, 1 maal, 15, andermaal, niemand meer dan 15 gulden. Verkocht, 15 gulden. Het is hier voor niks. Verzilverd bestek. Helemaal compleet. Mooi. Schitterend. Hier. In Helvoort. Voor een gulden. Ja. 1, 2, tientje. Tientje wint. Jongens. 12,5, 15. 15 gulden. 15, niet meer dan 15. 17,5, 20. 22,5. 22,5 daar geboden. 22,5, 25. 30 gulden daar. 30 gulden. Want boven de 25 gulden gaan we met 5 gulden. Hoor. Sorry. 35 gulden, 40 gulden, 40, niet meer dan 40, 1 maal, 45, 45, 1 maal, 45, andermaal, 50, 50 gulden, let op, 55, 55, 55 daar geboden, 55, niet meer dan 55, 55, 1 maal, 55, andermaal, verkocht voor 55 gulden. Kom het liedjes, hele vlijtige liedjes. Ja, hij moet even omhoog. En een prachtige kruiwagen met vlijtige liesjes. Ja, het is, de kruiwagen op zich is al een hoop waard. Ja, het is een perfect ding, het is voor in de tijd. Daar gaat hij. Kruiwagen met vlijtige liesjes. Wie 5 gulden? Wie doet er 5 gulden? 5 gulden, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,5, 12,5, 15. 15, 17,5, 17,5 daar geboden, 17,5,
17,5. Een sieraad van elke tijd. Twee tientjes, eenmaal, twee tientjes, allemaal. Niemand meer dan twee tientjes. Ja, ja, 2,5 gulden. 25 gulden, 25. 30 gulden daar geboden. 30 eenmaal, 30 andermaal, niemand meer dan 30 gulden. 35 gulden, 35 gulden, 35 eenmaal, niemand meer. 40 gulden, 45 gulden, 45 gulden. Een prachtige kruiwagen met van 10 leidende liedjes. 45, 50 gulden, eenmaal, niemand meer dan 55 gulden, eenmaal, andermaal, verkocht 55 gulden. Rini, aan jou het woord. Oh, perfect. Een stoommachientje. Speelgoed uit de oude doos. Mensen, zo'n dingen die krijgen, komen niet meer tegen in de winkel. Zeldzaam, hier hebben ze nog. We beginnen ook weer gewoon onderaan met 1 gulden. Wie biedt op dit stoommachientje? Tientje hiervoor geboden. Wie meer is tientje? 12,5 gulden. Wie meer is 12,5 gulden? 15 gulden, 25 gulden hiervoor geboden. 30 gulden hiervoor geboden. 30 gulden geboden. Wie meer dan 30 gulden? 35 gulden hier geboden. 40 gulden daar geboden. Wie meer dan 40 gulden? Iemand meer dan 40 gulden voor een stoommachientje. Iemand meer dan 40 gulden. 45 gulden hiervoor geboden. Wie meer dan 45 gulden? 50 gulden, 50 gulden aan die kant. Iemand meer dan 50 gulden. 55 gulden, 55 gulden. Iemand meer dan 55 gulden. Niemand meer dan 55 gulden. Eenmaal, allemaal, verkocht 55 gulden. De Cleopatra. Cleopatra. Ja. Ja, dan doen we een dag van de keer. Hij zegt. Ik hoop dat er 1000 strijders zijn. Dit is vandaag nog zeven. Een zaal, je kunt de fruit opleggen, je kunt decoratie, je kunt er alles mee doen. Deze zaal hier. En we beginnen met 10. Ja, dan kunnen jullie hier ook van de zaal of zo. Jongens, wij hebben een functieboom met elkaar, ik heb zo'n ding, hè? Ja, 10, wie een 10? 10 daar geboden, 15 gulden, 15 gulden, wie meer dan 15 gulden, 15 gulden, 20, wie meer dan 20, 20, 1 mensen, 4, 8, 9, 10.